Hardware Info Smart TV Streaming wordt mede mogelijk gemaakt door hosting van IS. In deze aflevering van Hardware Info TV, de Acer Revo One. Welkom bij Hardware Info TV. Sinds Intel de NUC presenteerde zijn mini-pc's steeds meer in trek. Ook de grote merken die voegen zich nu in de strijd. En hoewel het voor Acer zeker niet de eerste mini-pc is, is het wel absoluut de meest fraaie, de Revo One. Nou, hij staat hier tussen ons in. Het is eigenlijk zo'n schattig mini-pc'tje, je zou hem bijna gaan aaien. Ja, ik heb eigenlijk het gevoel dat ik heel op mijn nachtkastje zit. Als er zo'n Huey-lampje van Philips in zou zitten, zou ik denken dat het is een nachtlampje. Ja. Ja, het ziet er heel bijzonder uit. Het is een beetje in diezelfde stijl als bijvoorbeeld de Apple Mac Pro van vorig jaar. Dat cilindervormige apparaat. Bij dit product zitten aan de achterkant zitten de aansluitingen bij elkaar. Je ziet hier dus een viertal USB-aansluitingen, een HDMI, mini-DisplayPort, een vaste netwerkaansluiting en hier bovenop zit dan de SD-kaart. Ja, het is gewoon een heel klein schattig pc'tje. Ja, en als je er zo naar kijkt, dan mogen duidelijk zijn dat Acer zich hier niet echt mee op een zakelijke doelgroep richt. Het is meer echt een consumentapparaat. En dan vermoedelijk gericht op mensen die liever niet zo'n saaie zwarte doos willen hebben, maar wat stijlvollers. Nou, je zou hem ook kunnen voorstellen dat je zoiets als dit bij je televisie plaatst, als een soort HT-PC'tje. Je kan hem ook zien als een apparaat waarmee je bijvoorbeeld een beetje NAS-achtige functionaliteit kan doen. Er zit ook een stukje software bij waarmee je een eigen cloud kan opbouwen. Dat is ook een beetje de visie van Acer met dit product. Ja. Dus wel een werk-PC als een tv-pc. Ja, en hoewel Acer dat niet direct als hun grootste concurrenten zal zien, moeten we dit product wel echt positioneren naast producten als de Intel NUX en de Gigabyte Bricks apparaten bijvoorbeeld. Ja, en ik moet ook wel zeggen, kijk, als je kijkt naar de configuratie, is het ook best wel een interessant apparaat. Er zit hier in dit geval dan de vijfde generatie Core i5 processor in en 5200U. Nou, dat is toch best een vlotte dual core processor. Ja, dat is een Broadwell chip. Ja, en zo'n energiezuinige ultrabook processor. Ja. En wat hem ook heel erg interessant maakt, is dat er een 128 gigabyte SSD standaard is ingebouwd en dat je hem heel makkelijk open kunt maken. Ja, en dat openmaken, dat is op zich niet zo bijzonder, want een NUC en een BRICS kun je ook openmaken, maar het voel hier is, als je hem daadwerkelijk openmaakt, kun je aan de binnenkant daadwerkelijk nog wat. Ja, en dat is het grappige, je kan hier dus nog twee harde schijven bij plaatsen en dat geldt alleen voor deze Core i5 versie. Er is ook een Core i3 en een versie met een Celeron processor, daar kan maar één harde schijf bij geplaatst worden. Maar je kan hier dus nog bijvoorbeeld twee 2 terabyte harde schijven bij plaatsen, dus dan heb je 128 gigabyte SSD storage en 4 terabyte aan schijfstorage wat je erbij kunt hebben. Ja, en dan komen we dus eigenlijk ook weer terug op wat je juist al zei, dat Acer dit product eigenlijk een beetje ziet als een combinatie van een mini-pc met een NAS. Want je zou dus eigenlijk de twee functies op die manier kunnen combineren. Ja, en kijk, ook als je kijkt naar de netwerkaansluiting, een gigabit netwerkaansluiting op, 812 AC, helaas wel een 1 antenne oplossing van Realtek, dus slechts 433 megabit per seconde, ja. Of 150 megabit als je een 812N router gebruikt. Maar ja, kijk, als je kijkt hoe makkelijk je hier dan die storage kan toevoegen, dat is best makkelijk. Ja. Wat ik wel een beetje jammer vind, er zit hier 4 gigabyte werkgeheugen in. En als je kijkt, nou ja, het zou best een aardige werk-pc kunnen zijn. Zeker ja, met die Core i5. Upgraden gaat daarvan best lastig zijn, want dan moet hij echt helemaal uit elkaar. En dan moet je hem echt zo uit elkaar halen dat het niet echt heel leuk meer is om dat te doen. Want dat wordt officieel dus ook niet ondersteund. Dat wordt ook niet ondersteund, nee. Maar het plaatsen van die harde schijven natuurlijk wel. En het is ook wel grappig, deze treetjes, die zijn ook zo gemaakt dat daar geen schroefjes in zitten. Dus je kunt er gewoon diskjes erin plaatsen, hup erin zetten en klaar. Ja. Nu zei jij ook al dat je het gebruiksmodel zag om dat ding naast het tv te zetten, want de meegeleverde toetsenbord en muis zijn, naast het feit dat ze net zo wit zijn als het kastje zelf, voornamelijk ook draadloos. Ja, en als je kijkt naar de goedkoopste uitvoering, dat is een versie met een Celeron 2957U, dat is een Haswell processortje. Ja. Wel niet zo heel snel, die wordt ook geleverd met een afstandsbediening. Dus dan zie je helemaal dat ze dat beeld van ja, bij je televisiegebruik daar nog iets meer bij zien. En dan zou je dan weer XBMC of Kodi, hoe tegenwoordig heet, op kunnen zetten. En dan en daar zit dan Windows Bing bij, hier zit uiteraard Windows 8.1 op, dus op dat punt kun je daar ook wel een klein beetje die mogelijkheden zien. Nou, en met deze 5200U kun je ook nog leuk 4K afspelen. Dus dat is ook nog een leuke mogelijkheid. Ja, want je zei al, zo'n U-processor uit de Broadwell-generatie. Uiteraard zijn er snellere processors. Maar voor eigenlijk normaal gebruik en ook zakelijk gebruik is dat gewoon snel zat. Zelfs als je
28 webbrowservensters tegelijkertijd ja, op staan, moet dat ding gewoon goed functioneren. Ja, gek, dan loop je een beetje tegen die 4 gigabyte werkgeheugen aan. Maar als je zegt, van, ja, ik wil gewoon een grappig klein werk-pc'tje hebben. Ook, ja, kijk, meenemen is ook op zich niet zo'n groot probleem, want het is niet heel erg groot en zwaar. Dus ja, wat dat gaat, is het ook nog een heel erg leuke oplossing. Ja, dan de prijs. Want Acer, aan de ene kant denk je dan meteen, het zal wel niet al te duur zijn. Van de andere kant weten we ook dat als Acer op een gegeven moment denkt, nu hebben we een keer een designproduct, willen ze er ook nog wel eens wat meer voor vragen. Nou ja, kijk, als je kijkt naar het instapmodel met die Celeron processor, zit je op 349 euro. Ze hebben ook nog een variant met een 4e generatie Core i3 aan boord. Die kost 499 euro. Beide varianten worden geleverd met een 1 terabyte harde schijf. Ja. En dan kun je nog 1 harde schijf bijplaatsen, niet 2. Ga je voor deze variant met Core i5 en de mogelijkheid om 2 harde schijven bij te plaatsen en een 128 gigabyte SSD, dan ben je 649 euro kwijt. En dan voor de duidelijkheid, in alle gevallen hebben we het over een complete PC. Dus geheugen, processor, ja, storage en besturingssysteem. Ja. En je zei het al, op de luxe versie met die Core i5 zit dan een volledige Windows 8 versie. Ook op de Core i3 versie. En op de Core i3 en op de andere, op de goedkope, zit dan een Windows 8.1 met Bing. Maar ja, die is eigenlijk net zo volledig, toch? Is net zo volledig. Het enige verschil is dat Bing als standaard zoekmachine en Internet Explorer standaard geïnstalleerd is als internetbrowser. Ja, dan moet je er zelf nog eventjes aanpassen. Nou, dat is op zich niet zo heel veel werk. En dan heb je toch een hele leuke PC. Goed, uitgebreide review van de Acer Revo 1 mag je spoedig van ons verwachten. En daarmee komen we aan het eind van deze aflevering van Hardware Info TV. Wij zijn er iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Versies die ze op dit moment op de markt brengen. Eentje van 1399 en eentje van 1499. En hier, dit is de 1499 versie en er zit ook nog eens een keer 4G in. Ja. Dus dat betekent dat ze soms stoppen een simmetje in en je kunt overal gebruik maken van mobiel internet. Wat ook wel grappig is, en dat is ook wel een beetje een zakelijke feature, dat is dit knopje wat hier aan de zijkant zit. Daarmee kan je de tablet...